in de trein naar Den Haag. Ik ga zo meteen naar het Binnenhof en daar ga ik Gert-Jan Segers ontmoeten, de leider van de ChristenUnie. Ik ga hem de aflevering geven over perfecte mensen en over gentechnologie. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat hij te zeggen heeft over hoe wij in de toekomst moeten omgaan met gentechnologie. Hey. Dag, ik ben Gert-Jan Segers. Sophie Wissing. Hoi. Ik wil je graag een aflevering aanbieden van DenkTech. Nou, wat bijzonder. Tips voor de toekomst. We hebben in die aflevering heel erg de vraag gesteld van mogen we dat doen, weet je wel? Ja. Genen aanpassen bij mensen om bijvoorbeeld het syndroom van Down tegen te gaan. En we vonden dat zelf eigenlijk heel moeilijk. Je krijgt dan een soort operatie supermens, hè? Dat je echt alleen maar perfecte mensen zou willen hebben. En ik heb zelf een nichtje met Down syndroom. Okay. Ik vind het heel beklemmend. Als dan het signaal daar gaat, we gaan alles op alles zetten om te zorgen dat bijvoorbeeld iemand als Hanna dat die niet meer geboren zou kunnen worden. Ja, weet je, in zo'n samenleving wil ik helemaal niet wonen. Zijn er niet dingen waarvan u ook denkt van nou dan zou het eigenlijk wel beter zijn als we die ziekte kunnen voorkomen? Nee, dus als, noem eens wat, jouw ene been is langer dan de ander en we kunnen dat opereren, natuurlijk help je iemand. Als jouw hand scheef gegroeid is en je kunt het recht zetten, natuurlijk ga je dat verhelpen. Alleen als het knutselen aan genen wordt en als het echt zelf mensen maken wordt, dan gaan wij daar criteria in leggen van dit is perfect, dit zijn onze wensen, waarmee we eigenlijk heel veel andere mensen afschrijven. Ja, dan wordt het eng. Maar waarom zouden we die gebreken accepteren als ze er in de eerste instantie niet hoeven zijn? Het leven zit vol met barsten en rafelrandjes. Dat is in jouw leven zo, dat is in mijn leven zo. En is vooral de vraag, hoe deal je daarmee? Goeie politicus. Alleen hij is niet duidelijk over wanneer er dan een ethische grens overgegaan wordt. Want als je een handicap hebt waarbij je iedere dag pijn hebt, dan lijkt mij dat het ergste leed wat er is. Veel erger dan een gebroken been of iets waarvoor je gewoon naar het ziekenhuis kan. Dus dat vind ik wel lastig.